Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vannacht 6 uur zien we boven het noordelijke deel van het land een dunne grijze bewolking hangen. Boven het zuiden was het helder en daar was het flink koud. Temperaturen aan de grond tot min 5, 20 zelfs min 7 graden. Maar vanochtend scheen de zon volop. Er kwamen er ook flinke zonnige perioden in het westen en midden van het land, alleen in het noordoosten bleef het lang bewolkt. Vanmiddag breekt daar de zon door en dan neemt in het noordwesten geleidelijk de bewolking weer toe. In de zuiden de meeste zonneschijn, daar wordt het 14 naar 15 graden. Op de waddeneilanden eilanden een graad of 11. Vanavond, tijdens dodenherdenking, is het overal droog. Alleen op de Wadden is er een kleine kans op een spatje motregen, Stelt weinig voor. Temperaturen 10 tot 12 graden. Morgen op bevrijdingsdag is het heerlijk weer. Het zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolken. Het wordt 15 graden op de Wadden en 18, misschien lokaal zelfs 20 graden in het binnenland. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten. Dinsdag kan het langs de Oostgrens misschien nog net 20 graden worden, maar daarna komt er meer bewolking en gaan er buien vallen. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vallen er ook allemaal buien. De zon schijnt ook af en toe en de temperatuur ligt rond of iets boven de 15 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.